Te midden van de bloeiende natuur, die in velerlei opzichten grote aantrekkingskracht op de mens uitoefent, ligt Wageningen, het landbouwcentrum van Nederland. In het westen de boomgaarden en de akkerbouwbedrijven op de vruchtbare rivierklei. In het zuiden de uiterwaarden van de Rijn met de wei- en hooilanden. In het oosten en noorden de zandgronden met overwegend kleine bedrijven op de enken. Daarachter de uitgestrekte bossen van de Veluwe. Te midden van de akkerbouw, de veeteelt, de tuinbouw en de bosbouw ligt Wageningen. De stad waar toekomstige landbouwkundige ingenieurs hun opleiding ontvangen en waar later velen van hen werken in laboratoria en wetenschappelijke instituten. Deze film wil hiervan een beeld geven. 75 jaar is het geleden dat in Wageningen met Rijkslandbouwonderwijs een begin werd gemaakt. Nu concentreert de landbouwwetenschap zich rond de aula en het hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool. Op het plein voor dit gebouw staat het beeld van de zaaier, het symbool van de landbouw. Zoals het gezaaide graan in aars schiet en een veelvoud aan korrels teruggeeft, zo is ook het zaad dat in 1876 werd gezaaid, gekiemd en tot een volwassen plant uitgegroeid. Vele afdelingen, laboratoria en instituten zijn in de loop der jaren ontstaan. In en rond de stad vindt men thans ruim 40 afdelingen en laboratoria van de Landbouwhogeschool en ruim 20 zelfstandige instituten en instellingen van wetenschappelijk onderzoek. Het is ondoenlijk een volledig beeld te geven van wat in Wageningen op landbouwwetenschappelijk gebied wordt gedaan. Vandaar dat volstaan moet worden met enkele beelden die een indruk van het geheel geven. In dit gebouw werd 75 jaar geleden het eerste Rijkslandbouwonderwijs gegeven onder leiding van de heer Jongkind Koning, wiens portret een ereplaats kreeg in de Senaatskamer van de Landbouwhogeschool. Ook de portretten van vele oud-hoogleraren vonden daar een plaats, onder andere de beeltenis van professor Abersson, de eerste rector magnificus, die werd benoemd toen in 1918 de school tot Landbouwhogeschool werd verheven. Het wapen van de hogeschool staat met devies boven de voltallige vergadering van de rector en de senaat. Deze vergadering toont wel heel duidelijk aan hoe enorm het landbouwonderwijs in de loop der jaren gegroeid is. Er zijn nu 40 hoogleraren, benevens een aantal lectoren, docenten en vele onderzoekers. Allereerst is hier de akkerbouw. Verschillende instituten houden zich met diverse facetten van deze tak van bedrijf bezig. Door plantenveredeling zijn vele nieuwe rassen ontstaan die de oude rassen in kwaliteit en kwantiteit verre overtreffen. Het kruisingswerk is een belangrijk onderdeel. Allerlei technische hulpmiddelen doen bij het kruisingswerk dienst. Aardappelen geënt op tomaten bloeien beter, vormen meer bessen en geven dus meer zaad dan wanneer ze niet geënt zijn. Het zaad uit door kruising verkregen bessen wordt eerst in potten uitgezaaid. Later worden de zaailingen buiten uitgeplant. Zo ontstaan verschillende aardappelrassen waarvan we hier een proefveld zien. Met het veredelings- en kruisingswerk houdt de taak van de landbouwkundige niet op. De te velden groeiende gewassen waarvan de oogst voor binnenlands zaaigoed of voor export bestemd is, moeten gekeurd worden op raszuiverheid, plantenziekten enzovoort. Zieke planten worden gewezen en verwijderd. De resultaten van de veldkeuring worden door de keurmeester in een keuringsrapport vastgelegd. Na de oogst volgt nog een keuring van de partij. In elke zak goedgekeurd zaaizaad wordt een waarborgcertificaat gedaan. De zak wordt daarna verzegeld. Al dit werk waarborgt een goed en gezond exportproduct. Rassenonderzoek wordt niet alleen ten behoeve van de akkerbouw, maar ook voor het weidebedrijf toegepast. Hier is een grasproefveld waar verschillende rassen en soorten grassen te vinden zijn. Naast weidetypen zien we hoogopgaande soorten.
Het oogsten van de pollen, die tot een ras behoren, geschiet met de hand om geen verlies te krijgen. Door weging bepaalt men de opbrengst. Vervolgens steekt men monsters van het gras. Deze worden later in het laboratorium onderzocht op hun voedingswaarde. Ook op geheel andere wijze is de productie van grasrassen en soorten proefondervindelijk te bepalen en wel door bewijding. De proefvelden worden door groepen pinken bewijd. De dieren worden geregeld gewogen. Het merkwaardige van de pinken bij deze proef is dat er een aantal eeneiige tweelingen voor gebruikt worden. In elk object bevinden zich bovendien kooien waaronder het gras niet wordt weggegraast. Op gezette tijden wordt dit gras gemaaid en verzameld. Daarna wordt het meteen gewogen en bemonsterd. Zo worden de proeven meerdere jaren achtereen voortgezet. Naast de akker- en weidebouw wordt aandacht geschonken aan de veeteelt en de zuivelbereiding. Op een modern veebedrijf worden enkele fokstieren gehouden. De veestapel telt uitmuntende koeien van de drie in Nederland voorkomende veeslagen. Het melken met de hand is vervangen door machinaal melken. Het reinigen van de apparatuur is voor de melkhygiëne en voor de gezondheid van het vee van fundamenteel belang. De gewonnen melk wordt onder andere in het zuivellaboratorium van de hogeschool voor proefneming en bestudering gebruikt. Ook het paard behoort tot de veestapel op de boerderij. Het bepalen van de trekkracht van een paard kan op de hogeschool verricht worden. Dit gebeurt met behulp van een rosmolen. Het paard brengt een as in beweging waardoor een schijf wordt aangedreven. Deze schijf kan worden afgeremd en de kracht die de schijf uitoefent kan worden afgelezen aan de hoogte van een waterkolom. Hoe hoger de kolom, hoe zwaarder het paard moet trekken. Van onze trouwe viervoeter naar de mechanische tractie. In de Wieringermeer bevindt zich een proefbedrijf dat onder Wageningen resorteert en waar het mogelijk is moderne landbouwmachines te beproeven. Hier wordt de tank van een nieuw type sproeimachine, een zogenaamde vernevelaar, gevuld met een koperoplossing om aardappelziekte te bestrijden. Het voordeel van een vernevelaar boven een gewone sproeimachine is dat met veel minder hoeveelheid vloeistof per hectare kan worden volstaan, zodat met één tankvulling een grotere oppervlakte kan worden behandeld. Dit is mogelijk geworden doordat men sproeidoppen geconstrueerd heeft die een zeer fijne nevel geven. De tuinbouw neemt in ons land een belangrijke plaats in. In Wageningen worden proeven van allerlei aard met diverse tuinbouwgewassen genomen. Zo ziet men hier hoe jonge appels worden behandeld met groeistoffen. Hierdoor wordt het te vroeg afvallen voorkomen en er ontstaat een betere vruchtvorm. Hier een andere onderzoeking. Deze appelboompjes worden op gezette tijden in een licht dichte loods gereden, opdat men de invloed van de daglengte op de bloemvorming kan nagaan. De invloed van verschillende lichtintensiteiten op de plantengroei wordt hier bestudeerd. In deze bak ziet men het resultaat van verschillende belichtingen op bloemen. Hoe korter de belichtingstijd, hoe slechter de bloem. Naast fruit en bloemen zijn er ook groenten, zoals hier tomaten. Met een kunstbij wordt elk bloemetje van een bloemtros getrild en daarna bestoven. Hierdoor ontstaat een veel regelmatiger vruchtvorm.
Dit is een tros waarvan de bloemen getrild zijn. En dit is er een die zonder hulp bestoven is. Naast de plantenteelt is ook de plantensystematiek en geografie een onderwerp waaraan in Wageningen aandacht wordt besteed. Dit geldt vooral voor de sierplanten voor tuin en park. Het determineren van planten is een van de onderdelen. De bloemkleur speelt hierbij een rol. Niet alleen in herbariumbladen, maar ook in Natura zijn in Wageningen sierplanten systematisch verenigd. In het zo overbekende arboretum. In de sfeer van een bijzonder geslaagde rustieke aanleg zijn er verschillende hoeken van diverse plantenfamilies gevormd. Hier bijvoorbeeld bevinden zich de rosaceën. Het beeld van Linnaeus, de grondlegger van de plantensystematiek, staat in het arboretum te midden van de kleurige rhododendrons. Ook de kruidachtige sierplanten zijn in het arboretum goed vertegenwoordigd. Hier ligt een veld zonneroosjes van materiaal dat door kwekers is ingezonden voor onderzoek. Onder meer worden bloemkleur en bloemrijkdom van verschillende vormen vergeleken. De bosbouw neemt in Wageningen een belangrijke plaats in. De toekomstige houtvester kan zich hier bekwamen in de houtteelt. In dit bos staan de bomen te dicht, er moet gedund worden. De ervaren bosbouwer weet welke bomen hij uit moet kiezen. Het resultaat van dit werk is uiteindelijk een goed uitgedund bos met optimale houtproductie. In het laboratorium worden de eigenschappen van het hout zelf bestudeerd. In dit toestel bepaalt men van een balkje van zekere afmeting de kracht die nodig is om het te buigen en te breken. Een wijzer op een schaalverdeling geeft aan welke kracht op het balkje wordt uitgeoefend. Op het moment van breken blijft één wijzer staan en zo krijgt men een indicatie van de buigvastheid van het hout. Op de Wageningse Berg ligt aan de rand van het bos een prachtig proefstation waar men onder andere populieren veredelt. Takken met bloemknoppen zijn op de onderstam geënt en de bloemen leveren na bestuiving zaad op. De zaadjes worden op turfplaten uitgezaaid. Van de turfplaten komen de planten in kleine bakken en wanneer ze voldoende gegroeid zijn, komen ze in potten om later buiten in het veld uitgeplant te worden. Na 2 jaar kunnen uit deze plantjes meer dan manshoge boompjes gegroeid zijn. Studie en onderzoek op het gebied van tropische gewassen zijn in Wageningen eveneens mogelijk. Tot in de nokken van de kassen vindt men de echte tropische plantengroei en onderin, in de schaduw van het kleine oerwoud, de dieprode bloemen van de hibiscus. In een andere hoek de bougainville met zijn paarsrode bloemtrossen. Ook cultuurgewassen worden gekweekt. Hier bijvoorbeeld staat de katoen in bloei. Verderop zijn in een grote kas sawa's nagebootst, waarop rijst onder verschillende omstandigheden opgroeit. Dit is een verplaatsbare sawa die in zijn geheel in een donkere kamer gereden kan worden. Zo kan men de daglengte verkorten. Er zijn ook laboratoria die zich met vraagstukken van algemene aard bezighouden. Bijvoorbeeld bestudeert men de fundamentele verschijnselen van het leven van de plant. Zo gaat men de invloed na van de bewaartemperatuur van bloembollen. In deze cellen worden irisbollen bij een constante temperatuur bewaard. Buiten uitgeplant geeft het verschil in bewaartemperatuur grote verschillen in groei te zien. Sommige irissen bloeien normaal en andere zijn zelfs geheel niet uitgelopen. Hoe kouder de bollen bewaard zijn,
hoe slechter de opkomst. Een ander onderzoek is dat naar de ontwikkelingen van planten in gekleurd licht. Er groeien planten in groen licht, in rood licht en in wit licht. In deze bak kweekt men groene wieren in rijncultuur. Aan dit soort micro-organismen kan men veelal plantenfysiologische problemen overzichtelijker bestuderen. Naast plantenfysiologisch werk is er het grote terrein van de plantenziekten. Allerlei insecten, virussen, bacteriën en schimmels bedreigen de gewassen en de geoogste producten. Als wijn ingespoten wordt met het sap van een viruszieke plant, dan reageert het hierop door het vormen van antistoffen.